right about now. Ooh. Good, 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 good to be alive right about now. Ooh. Good, 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 good to be alive. Allee, hallo, goedenavond, goedemiddag, goedenochtend. Bij ons is het avond, het is ongeveer 7:15. Ik heb een shoplog voor je met kleding, sieraden en schoenen. Ik heb niet alles, want heel veel dingen zitten al ingepakt. Ik had bijvoorbeeld een blauwe Isle of New York trui gekocht. Die kon je zien in mijn andere shoplogs. Maar die zit in het koffer en die kan ik zo er 1, 2, 3 niet uithalen. Want dan haal ik alles weer overhoop. En ik had ook een leuke ketting bij gekocht. Niet daarbij, maar in New York. Met zo'n zilveren band en dan met van die touwtjes eraan. Zwarte touwtjes, die vond ik wel leuk voor een... een wit effe shirt met een zwart jasje en dan die ketting. Maar die kan ik dus niet laten zien. Ik denk dat die vast nog wel een ander filmpje keer komt dat ik hem wel kan laten zien. In ieder geval voor nu kleding, accessoires en schoenen dus. En het is niet heel erg veel. Ik vind Amerika qua mode een beetje tegenvallen. Je moet echt heel goed tussen de rekken doorzoeken overal waar je kijkt en... Ja, ik weet niet. Ik vind dat we in Nederland gewoon een leukere trend hebben. En ik ging ook vooral om beauty te shoppen. En niet voor kleren, maar ik heb toch het een en ander gekocht. Ik kocht ook een cadeautje voor mijn mama, maar die laat ik niet zien. Het is een sieraad. En mijn mama kijkt ook wel eens deze dingetjes. En dan mag ze nog lekker niet zien. Pas als ik thuis ben. Ik begin even met deze ketting die ik kocht. Deze ketting kochten we in een outlet bij Philadelphia. In Philadelphia, een soort van outlet was het. In ieder geval was alles goed afgeprijsd. En waren het ook duurdere merken. En deze vond ik heel erg leuk op een jurkje dat ik hierna laat zien. Die past er goed bij. En ik vond het wel heel erg leuk. En wat aanweziger. En deze was $6 en normaal kostte die $13. En $13 had ik er niet aan uitgegeven, maar $6 denk ik. Dat vond ik nog wel kunnen. Het jurkje is dit. En dat was in dezelfde winkel. Een beetje groen, wit, zwart zoals je ziet. Achter zit een rits en hij komt ongeveer tot iets onder mijn knie. Ik denk zo'n stukje onder mijn knieën vandaan. En dan doe ik lekker een legging onder of een panty en schoenen. Uiteraard schoenen. Maar laarsjes of ballerina's of iets. En dan vind ik dit wel leuk. En dan een zwart jasje en dan deze ketting erop. En dat vond ik wel mooi. En deze was $25. En normaal kostte die $50. Dus dat is ook nog eens mooi meegenomen. $50 had ik er denk ik niet aan uitgegeven. In dezelfde winkel kocht ik ook een paar grijze laarzen. Met dit detailtje zo. De achterkant. En ze zijn heel erg lekker warm. Lekker warme stof van binnen. En ik denk dat kan ik voor de winter wel gebruiken. En ook zeker voor hier. Want het is hier ijskoud. En mijn voeten worden altijd als eerste koud buiten. Hoewel het vandaag wel meevalt met de kou. En deze waren nou $17. En die kosten normaal $42. Dus lekker afgeprijsd. Heel erg leuk. Even naar beneden om iets op te pakken. Ik kocht bij de Forever 21 in New York. Kocht ik een spijkerbroek. Een hele simpele spijkerbroek. Maar ik kom spijkerbroeken, daar kan ik nooit genoeg van hebben. Want die draag ik heel vaak en ik vind ze heel fijn altijd. En het is een beetje wat donkerdere spijkerbroek. Ook wat chiquer dus. En dan vond ik wel fijn om mee te gaan werken of zo. Of iets in die trant. En die was maar $10. Dus daar viel zat mee. Dan waren we nog bij een ander winkeltje op het station. Van Philadelphia, daar hadden ze een winkeltje met, waar je ook een beetje tussen de rekken door moest zoeken. Maar waar ze ook best wel wat leuke kleren hadden als je even goed keek, zeg maar. Daphne heeft daar een jurkje gekocht. Ik kocht dit. Dit is een heel simpel shirt met een beetje gebreid motiefje. Bordeaux rood. En dit vind ik wel leuk voorbij met een zwart jasje, zwart leren jasje. En dan kan eventueel ook die ketting erbij. Of een andere ketting. Ik kom om in de kettingen, dus er was wel iets leuks bij verzinnen. En die vond ik dus heel erg leuk. En die was maar $7. Ja, niet zo leuk, maar er moet wel iets bij. Maar dan kan het leuk zijn, zo moet je het zien. Ik kocht daar ook, even goed houden, dit ding. Het stofje is niet heel erg prettig, maar nou, op zich kon ik daar nog wel mee leven. Dit is zwart-wit en het heeft zo'n leuk motiefje, zoals je ziet. En dit vond ik gewoon heel erg leuk. En dit is ook vooral onder een op een spijkerbroek of een zwarte broek. En het is niet lang genoeg dat het een tuniekje is, maar op een spijkerbroek kan dat altijd wel. En deze kostte $13.
verkocht ik ook nog iets wat er best wel op lijkt, maar wat toch anders is. Deze. Detail is anders en de stof is ook anders en ja, eigenlijk is het gewoon totaal anders, alleen het is allebei zwart-wit. Deze hadden ze ook nog, dit witte in het huidkleur, maar die hadden ze niet in mijn maat, anders had ik die genomen, want die vond ik ook wel heel erg chic staan. Zwart en ja, een beetje zalmachtig, crème, huidskleurig-achtig. En deze was ook $13. Ik had dus ook nog meer gekocht. Ik had nog een ketting en nog een trui van Isle of New York. Maar die zitten dus ingepakt. Kan ik dus niet laten zien. Ik had ook nog Converse Allstars gekocht. Maar die zag je al in mijn shopblog van de outlet. Dit is één paar ervan. En ja, die heb je al gezien. Ik vergat dat trouwens mijn Yankee Candles te laten zien. Maar die laat ik vast wel een andere keer wel zien. Dus dat komt helemaal goed. Ik wil je bedanken voor het kijken. Zou je alsjeblieft willen abonneren? Hieronder drukken, ben je mijn held. Fijne dag nog en wens ik je een fijne dag. Fijne dag nog en ik hoop dat je het leuk vond. Zo moet ik zeggen. Doei!